Op 12 oktober om 8 uur vindt hier bij Eagle Eye Network een bijzondere meeting plaats, want dan komt de founder die komt over Dean Draco naar Nederland. En wie is die Dean Draco eigenlijk? Uh, Dean Draco is de CEO en founder van um, um, Eagle Eye Networks, maar ook de uh, founder van Barracuda Network. Oké, okay, is een mooi voorbeeld. Wie is dit? Uh, dit is Tim Cook die net uh, bij ons op, op onze Amerikaanse demo site komt binnenlopen. Dus uh, die kennen we. Het is hem echt. Wat doet hij bij jullie? Hij ah, komt praten over uh, verschillende mogelijkheden. Uh, en uh, dit is een incubatorcentrum van Dean Draco. Wauw. Ja, een hele grote firewall uh, fabrikant die naar de beurs is gegaan en zo. En hij is echt gewoon een, en hij is een programmeur en hij is gewoon een uh, expert, maar hij is ook gewoon een founder die enorm goed weet wat er speelt. Absoluut, hij is een IT security guru uh, die hier in Nederland komt vertellen over uh, cybersecurity uh, problemen in de wereld en natuurlijk dat uh, video surveillance in de cloud de next big thing gaat worden. En ja, dat als je het maar wel goed beveiligt, want we hebben net weer gezien van al die uh, ransomware dat ook vaak via de camera's komen ze gewoon binnen. Yes. Nou, het is een fantastische business opportunity, die videoconferencing business. Maar je moet er wel op de juiste manier bezig zijn en je moet een goed platform hebben. Wie ben jij? Richie Lodia. Ik ben uh, de directeur van Europa van Ingolai Networks. Uh, we hebben net ons. Uh, uh, verkochte bedrijf, uh, cameramanager.com, wat we vier jaar geleden aan Panasonic hebben verkocht. Dat hebben we net weer teruggekocht van Panasonic. En, en uh, meteen samen met, uh, samen met, met Eagle. Eagle, inderdaad. Ja. En uh, nou ja, we, we gaan uh, de wereld veroveren samen met Dean. Ja, En die hebben dus een fantastisch platform in de corporate wereld. Jullie waren ook heel erg sterk in de consumentenwereld. Wie zijn de investeerders onder andere in Eagle Eye Network? Onder andere Michael Dell is een van onze investeerders. Uh, en Dean uh, Draco natuurlijk zelf. En uh, Time en ik. Okay, dus je kunt gewoon met jullie kennis maken. Op 12 oktober om 8 uur, echt gewoon, het is een waanzinnig bedrijf. Als ik kijk van wat voor demo's ze allemaal hebben, hartstikke goed om te zien. Het is goed qua corporate, het is goed qua consumenten. En het is ook heel interessant qua uh, cybertrends. Uh, cyber, uh, Als mensen daarheen willen, wat moeten ze dan doen? Moeten ze een e-mail sturen naar meeting Oké, okay. be there. 12 oktober, 8 uur. Amsterdam Zuidoost. Oh, je hebt een goed uh, dashboard, Oké. Okay. Waar zijn de camera's?